Mijn naam is Eline Boshuizen en deze zomer reis ik Noord-Hollanders achterna. Ik volg ze over de hele wereld. Waar ze op avontuur gaan, stage lopen, vakantie vieren of voorgoed naar het buitenland vertrekken. Wat brengt ze daar? Maar ook, wat houdt ons hier? NH de wereld rond. Dit zijn de Kuipertjes uit Purmerend. De stad bij de mooie Beemster en dicht bij Amsterdam. Even voorstellen. Dit is Ruud, Nathalie, Rafael en de jongste is nog even op de crash. Maar jullie staan niet voor niets van een verhuiswagen, toch Ruud? Klopt, we gaan naar het westen van Frankrijk en dan gaan we een kasteel runnen. Met een aantal kamers en een aantal appartementen die we gaan verhuren. En ook een table d'hôte daarbij. Dus een aantal avonden in de week kunnen mensen bij ons komen eten. Het kasteel dat ze gaan runnen staat in Pouzoges in de Vendée. De afgelopen 4 jaar stond het leeg. Maar de Nederlandse eigenaar besloot een paar maanden geleden om een nieuw stel te zoeken dat het kasteel moest gaan beheren. Ruud en Nathalie droomden altijd al van zo'n leven en werden uitgekozen. Dat betekende ook dat er in no time alles geregeld moest worden. Het voelt echt een beetje als een pagina die ja, we die zijn eigenlijk nog maar een maandje naartoe aan het leven. Dat ging erg snel. Dus het is nog een beetje onwerkelijk, maar over 2 dagen zitten we er al. Nathalie is Française en kwam op haar 20ste naar Nederland om te studeren. Zij en Ruud ontmoetten elkaar in Amsterdam en al snel waren ze onafscheidelijk. Ruud kwam ook al heel zijn leven met zijn ouders in Frankrijk. En nu gaan ze dus van haar geboorteland en Ruud zijn favoriete vakantieland hun thuisland maken. Is dit nou altijd jullie droom geweest? Ja, dat is zeker wat altijd in ons achterhoofd is blijven hangen. We wonen in een hele mooie regio in Nederland. We hebben hier eigenlijk alles. Alles om de buur, om de hoek. We hebben kinderboerderij, schooltje om de hoek. Maar toch dacht je, ik ga naar Frankrijk. Toch blijft het gewoon een beetje kriebelen. En dacht, we gaan alles op zijn kop gooien en we gaan weg. We gaan totaal iets anders doen. Spannend. Heel spannend. Ja. Ja, absoluut. Maar wel heel leuk. Wat verwachten jullie ervan? Ja, we verwachten dat het heel hard werken wordt, ja. Maar dat het in een veel groenere omgeving is, waar de kinderen lekker buiten kunnen spelen. We kennen de verhalen ook wat er allemaal mis kan gaan, maar daar gaan we allemaal voorlopig nog niet van uit. Nee, het komt gewoon goed. We zijn positief. We gaan het doen. Deze zomer volg ik de Kuipertjes naar Pouzoges. Maar zij zijn niet de enige Noord-Hollanders die ik zal opzoeken in het buitenland. Dit is Hans uit Haarlem. Hans is 33 jaar en een fervent kitesurfer. Als het even kan, is Hans op het water met zijn kite te vinden. Bonaire is de plek waar het allemaal begon. Waar hij zijn eerste kitesprongen maakte en waar hij op het strand de kites van iedereen repareerde. Inmiddels heeft hij de wereld gezien, overal gewoond. En nu is hij een winkel begonnen in Haarlem. Thailand, China, Australië, Nieuw-Zeeland. Een half jaar in Thailand gewerkt, Cook Islands, Los Angeles. En toen weer terug. Een halfjaartje in Australië gewerkt. En toen kwam ik uit Bonaire. Die kreeg een joboffer als sports en activities manager op Plaza Resort op Bonaire. En dat 1,5 jaar, 2 jaar bijna volgehouden. Toen weer terug naar Nederland. Kwam ik hier in Haarlem bij Amsterdam te wonen. Toen was het wel even mooi. Toen kwamen we gewoon terug. Hey, maar Hans, eigenlijk ben je niet echt een Haarlemmer te noemen, dus... De laatste 2, 3 jaar wel redelijk veel hier. De reden om in Haarlem te blijven zijn zijn winkel en het nieuwe kitemerk dat hij aan het bouwen is. Hans reist nu naar Bonaire voor het evenement Kite Manera, waar zijn kite de hoofdprijs is. En om zijn broertje op te zoeken, die daar nog woont en net een kindje heeft gekregen. Maar vooral omdat hij eigenlijk niet helemaal zonder het eiland kan. Strak blauw water, lekker, wat is het, 25, 30 graden. Je gaat gewoon in je boardshort, ook in the middle of nowhere. Het is echt een super mooie spot. Als je het ziet volgende week, dan zul je echt zoiets hebben van... Oké, waarom ga ik ooit in Nederland kiten? Ik wil hier gewoon elke dag kiten. Dat belooft veel goeds. Straks gaan we met Hans naar Bonaire. Nu eerst gaan we wat oostelijker de provincie in. Dit zijn Hans en Marjan Anchelon uit Purmerend. Deze zomer gaan zij op vakantie met de camperclub naar Noord-Duitsland. 12 stellen gaan dan met de camper het gebied bij Lübeck, Wismar en de Oostzee ontdekken. Zo, laten we dat ook even niet vergeten, want dat moet ook nog even mee. Zo. Ja, is dat vaste prik? Ja, dat is de vaste prik. Doe jij dat? Zal ik het even doen? Zo. Maar zijn jullie er al een beetje klaar voor? Ja hoor. Helemaal.
melk voor onderweg. Sinds Hans en Marjan gepensioneerd zijn, nemen ze het er lekker van. Nou, heerlijk. Je kan gaan wanneer je wil. Heerlijk. En niet meer die druk van je baas, van je moed. Nee, alles mag nu. En je mag zelf bepalen wanneer je weggaat. Terwijl Marjan verantwoordelijk is voor het inruimen van de camper, zorgt Hans voor de buitenkant. Hoe belangrijk is het nou dat hij mooi gepoetst is? Nou, ik vind het heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat de camper ook echt netjes en, nou ja, goed onderhouden wordt. En dat vind ik wel heel belangrijk. Het onderhoud van zo'n camper is heel belangrijk. En zoals je ook kan zien, is de camper is 10 jaar oud. Nou, zoals je ziet is hij geen 10 jaar oud, maar dat is hij wel. Maar hij is nieuw, omdat je dus weinig kilometers ermee rijdt in wezen. Het is geen luxe auto, moet hij ook in uitstekende conditie blijven. En nou, ik vind het heel belangrijk. We gaan terug naar Ruud en Nathalie, die tussen het verhuizen door hun zoontje op zijn laatste schooldag gaan ophalen. Toevallig is het die dag ook Koningsdag en is het dubbelfeest. Het is vandaag de Koningsspelen. Dus in verband met Koningsdag. Ze hebben volgende week vakantie. Dus het was vandaag al een speciale dag. Ze zijn vanmorgen naar de kinderboerderij geweest en met z'n allen gaan lunchen. Dus het is niet alleen maar speciaal voor hem. Het viel nu wel heel mooi samen, maar... Heb je het wel zo verkocht aan hem, van nou speciaal voor jou? Nee. Dat heb ik nog niet gezegd eigenlijk. Nee, wel mooie vlaggetjes op zijn wangen, maar... Nee, hij heeft zelf nog zijn eigen tractatietjes met vlag andersom. Hij heeft wel meer het idee dat het nu feest is, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Nou, wat lief. Met allemaal hun toosjes. Hey! Hoe gaat het, schat? Goed. Ja, gaat het goed? Ja. Heb je een leuke dag gehad vandaag? Ja. Ja? Ja. Maar weet je waarom het ook een Koningsdag was vandaag? Laatste keer op school. Ja, laatste keer op school. Nou, toch anders opgevat. Bedankt voor de tractatiecommissie. Maar we gaan je missen, schat. En dan is het tijd om naar huis te gaan. Op naar het nieuwe avontuur. Hans is ondertussen onderweg naar Bonaire. Goedemorgen, daar zitten we dan. Biertje erbij. Lekker. Ook een uurtje vliegen. Heb je zin in? Een paar dagen later ben ik er ook. Ik zoek hem op in het huis van de familie dat zijn ouders 8 jaar geleden kochten om er te gaan overwinteren. Morgen. Ja, met je roze huis? Ja. Zijn we dan? Zekers. Ja, ja. Dit is ons tweede huisje. Eigenlijk een soort van tweede eilandhuis. En beneden wordt eigenlijk verhuurd. En nu wonen we meestal boven. Eigenlijk. Dat gaan we zien. Ga mee. Eigen bananenbomen. Die hangen nu. Oké. Okay. Daar komen ze. Deze beginnen al beter in de buurt te komen. Dat zien we vroeger ook zelf geplant. Nou, we wonen zelf boven. Morgen. Morning. Morgen. Marcel woont boven hier vaak. En dat, zo zijn we lekker een beetje aan het klooien hier. Dat is een mooi uitzicht over het eilandje. Dus als er een beetje ligt nu geen cruiseboot, maar die zien we daar wel te liggen anders. Het is net geen zeezicht, maar... Ach. Even later komt er een onverwachte bezoeker op het balkon. Maar dit blijft wel eens ook leuk vinden. Ja, beestjes blijf ik altijd vet vinden. Het vervalt nu redelijk mee, maar vaak hebben we zeg maar, op de rand van de porch eigenlijk, van de tuinen zitten vaak heel veel van die beesten. Nou, het staat genoeg wind, dus inpakken en gaan. Gaan we kijken. Pak even mijn zonnebril, telefoon. Oh ja, geld moet ik alleen wel meenemen. Hans en Marjan zijn druk met de laatste voorbereidingen voordat hun reis met camperclub naar Noord-Duitsland kan beginnen. Hans geeft mij nog even een rondleiding in de camper. Dit domein is mijnbedeeld. Hier heb ik het klein materiaal wat ik, als er een kleine storing is of er moet wat gedaan worden aan de camper. Nou, dat is het kastje van Hans, zo gezegd. En dat is hartstikke makkelijk.
De camping is 6 meter en 40 centimeter. En dat is de lengte. Hans' zoon en zijn dochter. Mijn kleindochter. Hans' kleinzoon en kleindochter, dat zijn de twee oudsten. En nog een kleindochter van Hans. Nou ja, mocht het laat worden en willen toch nog even kijken, dan duiken we het bed in, dan draaien we de televisie om. En dan kunnen we heerlijk nog even in bed liggen om te kijken. Nou, wat we ook heel erg lekker vinden, althans de baas zelf, dat is een airco, een airconditioning met een verlichtingraam erin. En verlichting, en nou, dat is een beetje te veel reclame misschien, maar het is een heel erg lekker ding om erbij te hebben. En ja... Het chemisch toilet, hè? Dat is toch wel heerlijk. Ja, dat is geweldig. Je kunt ook douchen zelfs. Ja, een douche achterin. Ja, nou. Meestal staan we waar we kunnen douchen, dus dat gebruiken we. Van alle gemakken voorzien. Ruud en Nathalie zijn bijna klaar om te verhuizen naar Frankrijk. De familie heeft een surprise party georganiseerd. Wat voor Nathalie als een enorme verrassing komt. Ja, gaat weer. Doei. Jongens, hij is al weg. Is voorbij, jongens. Tja, dan komt het opeens wel heel dichtbij. De familie, vrienden die zij zullen moeten missen. We komen echt allemaal even kijken of je echt al weg gaat. En dan is het tijd om echt te vertrekken. Zo, daar gaan we dan. On y va. Net vertrokken, kindertjes mee. Die gaan straks hopelijk lekker slapen. Oh, Rafael zien we niet eens. Hij is wel mee. Tot straks. Na een lange rit komen ze aan bij het kasteel. Vind je mooi? Ja. Super. Ben je blij dat we aangekomen zijn? Ja. Ja? Je bent wel blij? Maar weet je wat je ik kijken? Waar ik niet blij ben? Wat? Ik vind het niet leuk dat we zo lang in de auto blijven. Nee, dat snap ik. Maar je mag nu lekker gaan rennen, lieverd. Dit is hem dan. Château de la Cacaudière. In 1840 gebouwd in de 15e eeuwse stijl. Onder de grond liggen de ruïnes van een oud kasteel dat tijdens de Franse Revolutie werd vernietigd. In 1994 kwam het in handen van de huidige Nederlandse eigenaar, die het kasteel flink heeft gerenoveerd. Inmiddels zijn er al meerdere beheerders geweest. Het is zo'n 10 uur rijden van hun vrienden en familie in Noord-Holland, maar wel 10 uur dichter bij hun droom. We houden van contact met mensen, we houden van gastvrijheid, we houden van lekker eten, van buiten zijn, van zon. Al deze kleine dingetjes die het een beetje voor ons een droom maken, die kunnen hier in ieder geval waargemaakt worden. En we blijven natuurlijk wel familie en vrienden in Noord-Holland hebben. Precies. Dus het blijft nog steeds het plekje waar we jaarlijks eventjes naartoe teruggaan. Want ja, we laten het niet helemaal los natuurlijk. Nee, zoals we vroeger op vakantie gingen naar Frankrijk. Nu op vakantie naar Nederland en dan naar de familie in Noord-Holland. Ik ga met Hans mee naar de plek waar het voor hem op Bonaire het echte kitesurfen allemaal begon. Atlantic Beach. We gaan nu eigenlijk soort van helemaal langs de kust tot aan de zoutvelden en dan nog een stukje verder. En dan komen we bij het kitesrandje uit. Kijk, komen de Zoutberg en de Zoutpier. Hoewel de Spanjaarden Bonaire bezegelden als nutteloos eiland, omdat er geen bruikbare landbouwgrond was te vinden, wisten de Nederlanders er wel raad mee. Het zuiden van Bonaire werd in de 16e eeuw ontdekt als grote bron van zout, door de natuurlijke zoutpannen. De kristallen die overbleven door het indampen van het zeewater, gebruikten ze voor het pekelen van hun vlees. En nog steeds is Bonaire een grote zoutleverancier. Maar dit is wat wij dus in Nederland op de weg strooien, als het gevroren heeft. Zo, daar zijn we dan. Vroeger heb ik hier gewerkt. Bij Kiteboarding Bonaire. Samen met Jeroentje, ooit nog. Altijd leuk.
10 jaar geleden was er echt een soort van half busje en een paar kites. En als er iets kapot was, dan was het echt van, ja, hoe gaan we dit dan maken? Want er zijn geen onderdelen, er zijn geen materialen, er is helemaal niks. Dus daar was het ook echt dat we met een soort oud naaimachientje en stukken oude kites en dubbelzijdige tape en alles wat we maar konden vinden in doe-het-zelfzaak. Een soort van die kites weer in elkaar stikten en dan werkte het weer. Dat was niet echt mooi meestal. Meestal was het gewoon heel functioneel. En maar ja, daar is het al een beetje begonnen. Nou, zet hem even hier tegen de verwarming en ja. Zo, of tegen de kast. Zo, die zit. Ik kan die niet schuiven, zie je? Onder het rijden. Ja, en is het helemaal voor elkaar. En dan kunnen we lekker vertrekken naar Ditsum. Ja. Noord-Duitsland. Ja, dat dacht ik al. En hoop op mooi weer. Ja, nou ja, dat is altijd afwachten, hè, natuurlijk, of het mooi weer wordt. Ja, maar goed, in ieder geval, we zijn er klaar voor. En, daarom. Hè? Hè? En we hopen er het beste er weer van. En een goede als het maar gezellig wordt. Als het dat maar is het voornaamste. En geen makkementen. En droog is het nog het liefst. Als het me niet regent. Nou, zo is het eigenlijk, ja. Hè? Nou, helemaal top. Op Bonaire heeft Hans quality time met zijn broertje Koen. Die woont daar met zijn vriendin Latoya en hun kleine. En ze runnen de plaatselijke kroeg Havana. Vanavond gaan ze varen met vrienden. Dit wordt Williams' eerste boottochtje. Mijn schoonzusje, mijn broertje en mijn kleine. En mijn. En mijn kleine mee. Mijn neefje mee. Hoi. Ja. Eerst had ik gewoon een broertje en die had een vriendin. En nu is het opeens. Heb je een familie daarbij? Dat is wel ietsje anders. En dan gaan we ook kinderdingen doen. Normaal doen we nooit eens het boottrip van de hele wereld. Daar gaan we buiten aan de boer weer naar buiten toe. Maar nu, ja, nu weer wel. Wat leuk. Maar mis je ze? Nee, ik kom wel van 2-3 keer per jaar hier, dus op zich. Ja, ik denk dat er in Nederland meer mensen zijn die hun broers minder zien dan ik ze zie eigenlijk. Hans en Marjan zijn inmiddels lekker op weg en rijden door de mooie landschappen van Duitsland. Een hoop graan hier verbouwen ze, weet je, hè? Ja. Wordt veel brood gebakken. Ze zijn vaste klant bij de camperclub en maken meerdere reizen per jaar. Vorig jaar hebben ze dezelfde reis door Noord-Duitsland ook al gemaakt. Wat wij dus ook lekker vinden, is dat je vrijheid hebt, maar ook met elkaar bent en gezelligheid. En we hebben happy hours. Je zit allemaal met een groep toch met gelijke leeftijden. En dat vind ik altijd hartstikke leuk. Ik bedoel, mensen kijken niet van wat voor camper je hebt. Of je nou een hele dure hebt of een goedkoop hebt. Ja, echt. Ik zou niet anders meer willen als camperen. Ja. Een echte liefhebber. Hoe het eraan toe gaat met de camperclub, dat zien we in de volgende aflevering. Ook ga ik langs bij Ruud en Nathalie in Frankrijk. We zien wat ze tegenkomen in hun kasteel dat de afgelopen 4 jaar heeft leeggestaan. Er zaten paddenstoelen op de muur. Dat hoort erbij als het vochtig is, helaas. We gaan met Hans mee freediven. En natuurlijk rijd ik weer mee in de camper naar Noord-Duitsland.
dan!